allemaal bij Koken met Machano. Vandaag gaan wij Chinese witte nasi maken. Wat heb je daarbij nodig? 2 pakken ham, knoflook, wat maggi blokjes, een klein beetje terasi. Een hele prei gaan we erin doen. De komkommer is voor de naas. Zo, wat olie, wat eieren. Een kilo rijst. Ik ga een kilo rijst maken. Daarin ga ik 4 eieren zetten. Een hele stronk prei. Voor de naas heb ik dan saté. Voor de naas heb ik dan saté. Kroephoek. En eigenlijk de acha ben ik vergeten. Zo, alles staat klaar. 200 gram kipfilet in kleine blokjes snijden. Stronkje prei, rode uien, 4 knoflook, een klein beetje terasi. We gaan 4 eieren gebruiken. Zwarte peper, zout, 2 pakjes ham. Misschien een beetje bijsmaken met aromat. En that's it. We gaan eerst dit gedeelte hier even bakken. Samen met de ham. Dan doen we de rijst erbij. Gewoon een beetje zout, zwarte peper en aromat. Meer hoef je niet te doen. Dus als je dit allemaal klaar hebt, ben je binnen 10 minuten klaar. Kwartiertje tops. Ja, alvast eet smakelijk. Ik laat je zo het resultaat zien. Dat is het geworden. Chinese nasi met saté. En kroephoek. Wil iemand komen? De rest zet ik in de beschrijving.